Sommige jongeren hebben moeite met het vinden van een duurzame werkplek na hun schoolperiode. Nou schijnt zo te zijn dat een buddy je hierbij kan helpen. Ik weet niet helemaal hoe het werkt, maar dat ga ik even voor je uitzoeken. Tweedejaars Human Resource Management studenten van Fontys Hogeschool kunnen er vrijwillig voor kiezen buddy te worden van studenten van het Praktijkcollege Tilburg, onderdeel van Stichting Bijzonderwijs. De studenten doen dit geheel uit interesse voor de leefwereld van jongeren die op een praktijkschoolles krijgen. Frank, waarom hebben jongeren moeite met het vinden van een duurzame werkplek? Nou, het is vooral een probleem omdat onze leerlingen vaak problemen hebben en moeite hebben met het goed aangaan van de relaties naar de baas toe en naar collega's. En dat kan zelfs leiden tot ontslag of fricties op de werkvloer. En hoe kunnen die jongeren elkaar dan onderling helpen? Nou, het is de bedoeling dat ze maatjes van elkaar worden. Onze leerlingen die kunnen leren van de studenten. En de studenten, dat zijn eigenlijk de toekomstige personeelsmanagers, die leren onze leerlingen beter begrijpen en kunnen ze daardoor ook beter begeleiden op de werkvloer of bij een sollicitatie. Sylvia, vertel, waarom doe je mee aan dit project? Nou, in het allerbegin leek mijn project vooral heel erg leuk om de coachingsvaardigheden en persoonlijke begeleiding wat meer te ontwikkelen. En daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk om jongeren zoals Romy die op praktijkcollege zitten beter te leren kennen en te ontdekken wat hun drijft. Als Romy, hoe bevalt het jou allemaal? Ja, ik vind het gewoon heel fijn om zo iemand te leren kennen, zeg maar. Sylvia die helpt mij gewoon met dingen net zoals de school en als ik iets van een bijbaantje, zeg maar, zou willen zoeken. En ja, eigenlijk ook gewoon jou een beetje voorbereiden op het leven straks na het praktijkcollege. Oké, dus echt een soort van vriendschap wat jullie aan het opbouwen zijn. Ja. Oké, dank jullie wel.